Ik ben Rutger Henksman. Ik ben lijsttrekker van een nieuwe lokale partij, Almere Anders 18. Een nieuwe lokale partij met als doel dat de kiezer zich beter gehoord voelt in de lokale politiek. Wij willen dat er eerst geluisterd wordt naar de bewoners en dan pas plannen worden gemaakt, in plaats van andersom. Geen coalitie vormen die van zoveel compromissen aan elkaar hangt dat geen kiezer zich erin herkent. Een politiek die ervoor zorgt dat een wethouder moet luisteren naar alle partijen in de raad. En die er dus niet klakkeloos vanuit kan gaan dat de coalitiepartijen achter hem aanhobbelen. Naast de andere manier van werken op het stadhuis hebben wij een aantal actiepunten geformuleerd. Stoppen met de Floriade. Geen woonwijk op deze locatie, maar het gebied ontwikkelen voor natuur en recreatie. Het enorme kapitaal dat Almere nog in dit project moet stoppen, kunnen we op heel andere manieren voor de stad en de burgers besteden. Het is beslist nog niet te laat om de Floriade een halt toe te roepen. Stop nu het nog kan. Onze jeugd, de jonge Almeerder, die in Almere een huis wil kopen of huren, komen volstrekt niet aan de bak. Maar ook voor senioren of mensen die in de middenklasse iets willen kopen of huren, is niet of nauwelijks aanbod. Almere Anders 18 wil dat er ieder jaar 1500 betaalbare woningen extra gebouwd gaan worden. Wij vinden veiligheid belangrijk, maar ook dat er meer bewaakte fietsenstallingen bijkomen. Gratis. Er gaat minder geld naar ambtenaren die beleidsstukken schrijven over sport en vrije tijd. Dat geld moet naar de verenigingen. Als onze 18 standpunten u aanspreken, stem dan op Almere Anders 18. Ondanks dat wij een nieuwe partij zijn, gaan wij ook met ervaren raadsleden voor u aan het werken.